Waarom een harmonica-dag? Ja, dat heeft eigenlijk een bijzondere reden. Want wij hebben in februari ons 35-jarig jubileum gevierd. Aangezien we de vorige jubileumdata hebben we wel eens tweemaal over een cd gemaakt. Deze keer willen we ons een beetje concentreren op een harmonica-dag. Hoi, ik ben Kjeldke uit Oudeinkum en ik kom uit Haarlem. Waar komen ze zoal vandaan? Duitsland. Ja, eigenlijk uit heel Nederland. Ik weet dat er wat zijn uit Heerlen, wat zijn uit Montfort, bij Utrecht, uit Emmen. Dus ze komen uit alle regio's. Mijn vader die had vroeger Duitse slagen in de auto en dan zat ik altijd als de harmonica was dit te doen. En mijn moeder heeft dus mijn muzieklerares een keer ingehuurd voor haar programma. En toen ik dat filmpje zag, toen was ik meteen verkocht. Ik denk dat wil ik doen. Dus de, zeg maar, de hedendaagse popmuziek is voor jou uit den boze? Dat is, nee, Engelbewaarder vind ik nog wel eens een keertje leuk, maar ja, ja. Nee, dat nee. Ik hou helemaal niet van boeken. Nee. Wat is nou het verschil tussen een harmonica en een accordeon? Laat ik het dan zo eens. Als je normaal bij een accordeon een toets indrukt, yeah, dan is het dus altijd zo dat je dus altijd dezelfde toon hebt. Yeah. Bij een harmonica is het zo dat je dus één toets indrukt en je drukt of je trekt. Dan krijg je twee verschillende tonen. En dat is eigenlijk het principe van het mondharmonica. Dus die balg die bij de harmonica tussen, yeah, zit, is je eigen lucht eigenlijk. Wil je met de mondharmonica gebruiken. Hobby van mij, ja, maar wel mijn beste hobby. Gaat u dan denken met van ik wil volgend jaar weer zoiets op poten gaan zetten? Ja, intern wordt er al over gesproken. Kijk. Dus, ik zal niet zeggen dat het gebeurt, nee, maar in elk geval, er zijn mensen die intern die dus zeggen van, maar als dat nou goed lukt, ja, is dat niet wat om dat volgend jaar te herhalen. Ja, nou, het blijft wel mijn favoriete instrument en mijn muziekstijl. Ja. Dus ik zal nooit dit achterwege laten. Nee, okay. Dus ook al zit ik in de moeilijkste tijden, dit ding blijft bij mij. Mijn beste vriend.